Ik ga aankondigen professor Dr. Menno Schildhuizen, sinds 1 januari 2013 hoogleraar kenmerk evolutie en biodiversiteit bij de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen. Zegt u, zit ik verkeerd? Nee hoor, helemaal niet. Darwin's Peep Show met Menno Schildhuizen. Dankjewel. Jeroen. Ja, dames en heren, we gaan het hebben over datgene waar u ongeveer de helft van de tijd aan schijnt te denken, geslachtsorganen, en dan met name de evolutie daarvan. Darwin's Peep Show, ik neem u eerst eventjes mee naar dit zaaltje, het zogenaamde gewijenzaaltje. Het bestaat niet meer, maar dat was vroeger een collegezaaltje in het voormalige Rijksmuseum van Natuurlijke Historie op de Raamsteeg hier in het centrum van Leiden. En het heet uiteraard gewijenzaaltje vanwege al die gewijen die aan de muren te zien waren. En wij biologiestudenten in de jaren 80 hadden daar af en toe college. Nou, er waren vaak colleges die niet altijd even boeiend waren. Dan ging het over de pootstructuur van crustacee of zo. En dan wilde je het blik toch onwillekeurig afdwalen naar dat schitterende schilderij van een gestrande potvis uit 1606 dat achter het spreekgestoelte te zien was. En dan eerlijk gezegd toch vooral naar dat deel van dat schilderij waar die enorme penis van die gestrande potvis te zien is. Want wij mensen vinden geslachtsorganen nou eenmaal eindeloos fascinerend. Dat kun je ook zien aan die twee 17e-eeuwse poppetjes die erbij staan. Die wijzen ook, er wordt vast iets heel ondeugends verteld door die meneer aan die mevrouw, over dat geslachtsorgaan dat daar te zien is. En we vinden dus ook niet onze eigen geslachtsorganen alleen maar erg interessant, maar ook die van andere dieren, van potvissen, maar ook van kleinere dieren. En het rare is dat biologen zijn ook mensen, maar biologen zijn pas heel laat geïnteresseerd geraakt in de evolutie van geslachtsorganen bij dieren. Bij andere dieren. Eigenlijk pas sinds de jaren 90 is dat ontstaan. En sinds die tijd is er een heel vakgebied opgebloeid, de evolutiebiologie van geslachtsorganen. En dat heeft in eerste instantie drie dingetjes opgeleverd. Het eerste dingetje is dat geslachtsorganen belachelijk divers zijn. En met divers bedoel ik, ze zien er gewoon bij elk beest verschillend uit. Zowel aan de mannelijke kant als aan de vrouwelijke kant. En sommige mensen zeggen vooral aan de mannelijke kant, maar er zijn de meningen over verdeeld. Dit zijn willekeurige plaatjes uit determinatiegidsen, veldgidsen, boeken om insecten en spinnen en reptielen aan te determineren. En dit zijn allemaal geslachtsorganen, mannelijke geslachtsorganen, vrouwelijke geslachtsorganen van verschillende soorten. En zoals je ziet, die zien er allemaal heel bizar en heel verschillend uit. En het is eigenlijk zo dat als je een paar soorten, diersoorten hebt die aan de buitenkant heel erg op elkaar lijken, zodra je ze openmaakt en je bekijkt die geslachtsorganen, dan vind je enorme verschillen. Dan is het heel makkelijk, dan zie je meteen van, oh, dat is die soort, want hij heeft een stekel aan zijn penis, terwijl die aan de buitenkant er hetzelfde uitziet als de volgende soort. Het is zelfs zo, hier heb je een aantal geslachtsorganen, mannelijke geslachtsorganen van een aantal zoogdieren. Behoorlijk verschillend, allemaal. Het is zelfs zo dat je kunt zeggen dat geslachtsorganen de organen zijn die het sterkst verschillen van alle organen tussen verschillende soorten. Van diezelfde zoogdieren, als je daar de nieren bijvoorbeeld van zou bekijken. Nou, if you've seen one kidney, you've seen them all. Ze zijn allemaal niervormig. En dat is dus niet zo voor de geslachtsorganen. Datzelfde geldt ook voor onszelf en onze nauwe verwanten. Hier volgt een seksueel expliciet plaatje, dus wend uw gezicht af als u daar niet op voorbereid bent. De geslachtsorganen van ons mensen en onze nauwe verwanten, de chimpansees, verschillen enorm. Veel meer dan je zou verwachten. Je denkt misschien van, nou, chimpansees en mensen, die verschillen van elkaar. Ja, vooral vanwege herseninhoud en opponeerbare grote tenen en dat soort dingen. Nee, die geslachtsorganen verschillen veel meer dan al die andere organen. Ik zal ze even de verschillen even op een rijtje zetten. Nou, voor de mens, neem ik aan, weet u wel, maar ik zeg ze toch eventjes. De penis is stomp. Er zit een eikel aan met een rand eraan. Een voorhuid over die de eikel bedekt. Er zitten twee zwellichamen in de penis. En aan de buitenkant is de penis helemaal glad.
vagina heeft twee paar schaamlippen. Een kleine vooruitwijzende eikel van de clitoris. Clitoris zelf is trouwens een heel groot orgaan. Dat is steeds, veel mensen weten dat nog steeds niet, maar het loopt helemaal om de vagina heen. Maar aan de buitenkant zie je daar alleen de eikel van. En die is klein en vooruitwijzend. En de schaamlippen bij mensen zwellen niet of nauwelijks op tijdens de vruchtbare cyclus. Chimpansees hebben een spitse penis, hebben geen eikel. De penis loopt gewoon door naar die spits. Voorhuid kennen ze niet, doen ze niet aan. Er zit maar één zwellichaam in de penis van de chimpansee, maar daarentegen heeft hij wel een botje van binnen in de penis zitten. Oh, en er zitten allemaal stekeltjes langs de zijkant. Dus in die paar miljoen jaar dat wij zijn gedivergeerd van een gemeenschappelijke voorouder, zijn al die verschillen ontstaan. Dus geslachtsorganen evolueren heel erg snel. Voor de vagina geldt hetzelfde. Een chimpansee-vagina heeft geen kleine schaamlippen, een grote omlaagwijzende clitoris-eikel. En de schaamlippen die kunnen enorm opzwellen. U kent dat natuurlijk tijdens de vruchtbare cyclus van een chimpansee, wordt de vagina daardoor ook ongeveer twee keer zo diep als anders het geval is. Tweede dingetje wat je ziet bij geslachtsorganen is dat ze eigenlijk idioot complex zijn. Die plaatjes lieten het net al zien. En evolutiebiologen noemen ze daarom ook eigenlijk een soort evolutionaire Rube Goldberg-machines. Rube Goldberg, bekende Amerikaanse cartoonist, bekend vanwege de cartoons die hij tekende van idioot complexe machines voor het uitvoeren van een heel eenvoudige taak. Dit is een puntenslijper. Hij werkt als volgt. De vlieger trekt via een katrol een touw omhoog. Daardoor gaat het dak van een kooi omhoog waar vervolgens motten uit verschijnen. Die motten storten zich op een jas, die eten die op, die door lichter wordt. Daardoor gaat via het touw een ander touw de schoen omlaag, die daarmee een schakelaar aanschakelt. Waardoor de stroom gaat lopen door het strijkijzer. Het strijkijzer staat op een handsop, die vat daardoor vlam. De rook die daarbij ontstaat, die beweegt zich in een holle boom, daar lag een eekhoorn te slapen, die wordt wakker en springt in paniek in een mand, waardoor er een kootje wordt opengemaakt waar een specht in zit die vervolgens het potlood slijpt. En er is ook nog een mesje voor het geval de specht ziek is of de eekhoorn niet wakker wil worden. Nou, waarom noemen biologen geslachtsorganen Rube Goldberg-machines? Omdat je daar eigenlijk hetzelfde ziet. Wat doen geslachtsorganen? Mannelijke geslachtsorganen die deponeren een beetje sperma in een vrouwtje. En een vrouwelijk geslachtsorgaan die neemt dat beetje sperma op. Dus je verwacht eigenlijk geslachtsorganen dat die gevormd zijn als een pipetje bij mannetjes en een soort trechtertje bij vrouwtjes. Nou, dat vind je dus niet. Wat je vindt zijn dit soort dingen. Ja, dit is geen pipet, dit is een ontplofte koekoeksklok. Dit is het mannelijk geslachtsorgaan van een kippenvloo. Bestaat uit allerlei rare spiralen en nippeltjes en hefboompjes en palletjes. Niemand weet waar ze precies voor dienen, maar het is duidelijk geen eenvoudig pipetje. En dit is de vagina van een haarvleugelkever. Ongeveer net zo groot als een vloo. Maar daar zit dus dit hele apparaat van binnen. Dit is geen trechter, maar dit is een ventiel. En daarachter zit een kluwen van opgewonden slangen. Extreem complex. Veel ingewikkelder dan nodig zou moeten zijn, zou je denken. Het derde dingetje dat je ziet bij geslachtsorganen is dat er een soort parallel is met wat je bijvoorbeeld ziet bij de kleurenpracht van vogels. Bij vogels zijn vaak de vrouwtjes een beetje saai gekleurd en de mannetjes die hebben die hele fraaie kleurpatronen, die hebben staarten, kuiven, allerlei rare sprieten. Zodanig dat je aan de mannetjes vaak weer de soorten heel makkelijk kunt herkennen. En aan de vrouwtjes vaak veel moeilijker. Als je dat vergelijkt met wat er bij die geslachtsorganen gebeurt, zie je daar vaak hetzelfde. Die mannelijke geslachtsorganen die zijn vaak heel verschillend. Vrouwelijke geslachtsorganen zijn vaak minder verschillend, hoewel niet altijd. Maar dat leidde met biologen ertoe om te denken dat misschien die twee dingen op dezelfde manier evolueren. Dat net zoals vrouwtjes, vogels een voorkeur hebben voor mannetjes met een bepaald fraai kleurpatroon, ze misschien ook een voorkeur hebben voor mannetjes met een bepaalde vorm geslachtsorgaan. Doen ze dat dan op het oog? Nou, nee, bij de
Bij de meeste dieren kunnen vrouwtjes de vorm van de geslachtsorganen van mannetjes helemaal niet zien. Die zitten van binnen en die worden alleen uitgestulpt tijdens de paring. En dat gebeurt allemaal van achter, dus daar ziet het vrouwtje niks van. Dus het idee is dat al die vormen gevoeld worden. Niet gezien, maar gevoeld worden door vrouwtjes. En op ze die manier een soort voorkeur kunnen uitspreken voor het ene mannetje ten opzichte van het andere. Als die net een iets opvallender stekeltje heeft of net iets opvallender randje aan zijn penis. Zo is er bijvoorbeeld, of zijn er meerdere langpootmuggen met een vibrator aan hun penis. De penis van een langpootmug heeft een soort manchet. Daar zit de achterlijfspunt van het vrouwtje doorheen gestoken tijdens de paring. Aan weerszijden van die manchet lopen ribbeltjes, een soort wasbord zit er. En het mannetje heeft aan de zijkant van zijn penis twee grijpertjes waarmee hij langs dat wasbord tijdens de paring kan schrapen en een toon produceert van ongeveer 430 hertz. Dat is ongeveer dezelfde toon als de middelste C van een toetsenbord van een piano. En je kunt er donder op zeggen dat die vrouwtjes langpootmug die C voelt vibreren door haar hele achterlichaam en ook door haar geslachtsorganen. Dus een zingende penis kan ervoor zorgen dat vrouwtjes de voorkeur geven aan bepaalde mannetjes die net iets mooier zingen met hun penis. Iets vergelijkbaars zie je bij dieren die zogenaamde parameren hebben. Parameren zijn een soort kwastjes of zweepjes die aan de zijkant van de penis zitten. Die blijven bij de paring aan de buitenkant van het lichaam van het vrouwtje. En daarmee tikt of streelt of aait het mannetje het achterlijf van het vrouwtje terwijl die met haar copuleert. Dus je ziet het bij veel insecten, bijvoorbeeld bij deze lieve heersbeestjes. Zie je dat gebeuren. Dit zijn twee parende Amerikaanse lieve heersbeestjes. En in dit gebied, moeten we even goed opletten, op een gegeven moment zie je daar twee brede pingpongbedjesachtige orgaantjes tegen de achterlijf van het vrouwtje aanklappen. En dat is dus onderdeel van de penis van het mannetje, waarmee hij dus signalen aan het vrouwtje doorgeeft. En die het vrouwtje zou kunnen gebruiken om mannetjes met net iets fijnere pingpongbedjes aan hun penis de voorkeur te geven. En dat zou ook verklaren waarom er zoveel gewipt wordt in het dierenrijk. Want dat is natuurlijk iets wat wij bijna vanzelfsprekend en synoniem achten met seksuele handelingen. Namelijk dat er ritmisch heen en weer bewogen wordt. Maar er is eigenlijk geen goede reden te bedenken waarom dat nodig zou zijn. We stoten allerlei vloeistoffen uit zonder ritmische bewegingen. Dus waarom zou je bij seks, bij het overdragen van sperma, dat ritmisch moeten doen? Dat is op zich niet erg logisch. Maar wel als die vormen aan de penis een signaal aan het vrouwtje moeten overbrengen, dan kun je dat veel effectiever maken door die penis heen en weer te bewegen. En veel dieren blijven dat trouwens ook doen na de zaadlozing, wat ook een argument is om te denken dat het veel meer te maken heeft met bals, dat die penis een inwendig balsorgaan is en niet alleen maar een pipetje dat sperma overdraagt. Maar wacht eens even. Ik heb gezegd van ja, die geslachtsorganen evolueren van het mannetje evolueren misschien net zoals die kleurenpracht van vogels. Maar als u heeft zitten nadenken tijdens mijn college, en vanwege die filmpjes heeft u dat natuurlijk niet gedaan, maar dan had u misschien bedacht dat er een cruciaal verschil is. Want een vogel die een mooi gekleurd mannetje ziet, dat met haar balst, kan actief zeggen van jij wel en jij niet. Maar als een mannetje al bezig is te paren met een vrouwtje, dan is het eigenlijk te laat voor haar om nog te selecteren. Op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad zo te zijn. Waren het niet dat de meeste vrouwtjesdieren en ook vrouwtjesmensen maar liefst 23 verschillende manieren hebben om tijdens de paring, na de paring en soms zelfs na de conceptie nog te selecteren tussen mannetjes. Er zijn allerlei manieren waarop vrouwtjes sperma kunnen opslaan, later pas kunnen gebruiken, het weer kunnen verwijderen, de voorkeur kunnen geven aan sperma van andere mannetjes enzovoorts. En ik zal daar twee van die 23 voorbeelden geven. De eerste heeft te maken met spinnen. Spinnen die paren op een hele merkwaardige manier. De mannetjes hebben wel een gewoon geslachtsorgaan dat aan het eind van hun achterlijf zit, maar dat gebruiken ze eigenlijk niet om mee te paren. Dat gebruiken ze alleen om een druppeltje sperma uit te deponeren. Ze masturberen eigenlijk in een klein webje dat ze zelf eerst maken. Daar druppelen ze een beetje sperma in. En vervolgens zuigen ze dat sperma op met twee sekshandschoentjes die ze naast hun kop hebben zitten. Dat is dus eigenlijk hun penis, die twee dingetjes die ze naast hun kop hebben zitten. Daar zuigen ze dat sperma in op en die zijn dus hol. Dus met gevulde sekshandschoentjes vol met sperma gaan ze op zoek naar een vrouwtje dat met hen wil paren.
Dit filmpje laat zien hoe dat gebeurt bij een zwarte weduwe. Dit is dus een mannetjes zwarte weduwe, die is veel kleiner dan het vrouwtje. En u ziet hier die naast zijn kop, zag u zit straks nog een keer, zag u die handschoentjes. Het vrouwtje is veel groter en eet vaak het mannetje op. Hier ziet u die handschoentjes, die zijn gevuld met sperma. En hier is dat mannetje bezig om dat sperma te injecteren in de vagina van het vrouwtje. En vaak wordt hij daarna meteen opgegeten door het vrouwtje. Nou, sommige spinnen die injecteren niet alleen maar dat sperma, maar die doen ook van alles met die handschoentjes terwijl ze dat sperma injecteren. Of daarvoor eigenlijk. De trilspin, die u allemaal kent, want die zit bij u ook in de gang, net als bij mij. Van die spinnen met van die lange poten die vaak heen en weer bewegen als je ze verstoort. Die doet dat ook. Die heeft een lange balt waarbij dat mannetje eerst met die sekshandschoentjes de vagina van het vrouwtje kneedt en stimuleert en dan pas zijn sperma overdraagt. En wat onderzocht is, is dat die vrouwtjespinnen, als dat mannetje eenmaal weg is of opgegeten is, dat sperma soms weer uitstoten. Gewoon weer laten wegstromen uit hun vagina. Hier ziet u dat gebeuren, dit is, moet je moeten zien, maar dit is de vagina van de spinnenvrouw en dit is een druppeltje sperma dat ze uitstoot. En dit grafiekje laat zien dat naarmate die mannetjes spinnen meer en langer met hun handschoentjes die vagina van het vrouwtje stimuleren voordat ze het sperma overdragen, hoe minder dat vrouwtje, als het mannetje weg is, zijn sperma geneigd is om weer uit te stoten. Dus hoe meer paringssucces dat mannetje heeft, dus als hij zijn geslachtsorganen heeft gebruikt om dat vrouwtje mee te stimuleren. Dus spermadumpen is een manier voor vrouwtjes om toch tijdens of na de paring te kiezen voor een bepaald mannetje. En er gaan geruchten dat dat ook bij mensen gebeurt. En dat het vrouwelijk orgasme daar een belangrijke rol bij speelt. Vreemd genoeg weten we veel minder van de manier waarop onze geslachtsorganen werken dan je zou verwachten. We weten zelfs veel minder van de manier waarop onze eigen geslachtsorganen werken dan we weten van hoe die van een fruitvliegje werken. Er zijn in totaal 2 onderzoekjes gedaan, eentje in de jaren 90 en eentje in de jaren 70, aan de eventuele functie van het vrouwelijk orgasme. Dit is de eerste uit de jaren 90. Waarbij onderzoek werd gedaan aan hoeveel sperma er na de, ik zou bijna zeggen na de paring, maar na de copulatie van studenten in dit geval in Leeds, uit de vagina uitstroomde in relatie tot of de vrouw een orgasme had bereikt en zo ja of dat dan rond de zaadlozing van de man plaatsvond. Die verticale lijn laat de zaadlozing van de man zien en dit is de hoeveelheid sperma die door de vrouw werd binnengehouden. En als ze een orgasme beleefde rond op het moment van zijn zaadlozing of kort daarna, dan werd er veel meer sperma in de vagina opgehouden en dus minder uitgestoten na afloop dan als ze veel eerder klaar kwam of helemaal niet klaar kwam. Tweede onderzoekje dat daarmee verband houdt, werd gedaan in 1970. Sindsdien is het nooit meer herhaald, voor zover ik weet. Waarbij 1 proefpersoon, en die proefpersoon was, vermoed ik, de echtgenote van de eerste auteur, want mevrouw Beatrice Fox wordt nogal uitbundig bedankt in de acknowledgements. mevrouw Beatrix Fox die kreeg dit apparaatje in haar baarmoeder ingebracht. Dat was een vroege generatie radiopil. Het is een drukmeter met een zendertje erin. Tegenwoordig zijn die dingen veel kleiner, maar zij kreeg die in haar baarmoeder. En onder de matras waar het experiment werd uitgevoerd, zat een ontvangertje die vervolgens verbonden was met een apparaat dat de drukverschillen kon registreren. Het experiment werd binnen 1 dag 2 maal uitgevoerd. Dus het was een steekproef van 2 met 1 proefpersoon. En in beide gevallen bleek dat er kort voor het vrouwelijk orgasme een enorme drukverhoging in de baarmoeder plaatsvindt. En direct daarna plotselingen een aantal plotselinge drukverlagingen. Dus eigenlijk ontstond er een soort pompbeweging waarbij wellicht sperma van de man de baarmoeder ingezogen zou kunnen worden. Dus dit is het enige bewijs dat we tot nu toe hebben dat er iets zit in de insuck theory, zoals dat genoemd wordt, dat het vrouwelijk orgasme een rol speelt bij spermaselectie door mensenvrouwen. Net zoals bij heel veel dieren nu ook bekend is. Want vrouwelijke orgasmen komen bij bijna alle zoogdieren voor, niet alleen bij mensen. Nou, het feit dat die vrouwtjes en vrouwen dus allerlei manieren hebben om
zelfs tijdens en na de paring bepaalde mannetjes wel te kiezen en andere mannetjes niet te kiezen. Dus iets te doen met het sperma wat bepaalde mannetjes voordeel oplevert en andere mannetjes nadeel. Dat is natuurlijk voor het mannetje, van het mannelijke oogpunt, is dat slecht nieuws. Dus zie je dat in de evolutie er allerlei trucs zijn ontwikkeld aan de mannelijke kant die proberen om toch weer die controle terug te krijgen. En dat kan op twee manieren gebeuren. De eerste daarvan is om trucs te evolueren waarmee je je rivalen dwars zit. Die andere mannetjes die misschien net iets aantrekkelijker zijn voor het vrouwtje. En dat noemen we spermacompetitie. Waarbij er dus een soort wedloop bestaat tussen het sperma van verschillende mannetjes die met hetzelfde vrouwtje paren. Het meest bekende voorbeeld, u kent dat misschien, heeft te maken met de waterjuffers en libellen. Bij waterjuffers die vormen zo'n bekend paringswiel, waarbij het mannetje, het vrouwtje met een tang die hij aan zijn achterlijfspunt heeft in de nek beetgrijpt. En het vrouwtje buigt haar achterlijf helemaal naar voren toe, waar haar vagina contact maakt met zijn penis. En die zit helemaal aan de basis van het achterlijf. En die penis die is ongeveer zo gevormd, heel verschillend gevormd bij verschillende soorten, maar bij veel soorten zie je dat er aan de zijkant twee van die schepjes zitten. En schepjes, dat is ook precies wat het zijn. Die dingetjes die zorgen er namelijk voor dat er, voordat het mannetje zijn eigen sperma overbrengt, dat hij de vagina van het vrouwtje gewoon leeglepelt. Al het sperma wat er nog in zit van vorige mannetjes, en hier ziet u dat in een animatie, dit is een echt filmpje, maar straks ziet u een animatie, ziet u hoe dat gebeurt. Al het sperma dat er nog in zit van vorige mannetjes wordt door die schepjes eerst verwijderd. En hier ziet u hoe dat er van binnen dan in zijn werk zou gaan. Ook een animatie over een echt filmpje geprojecteerd. En dan pas loost hij zijn eigen sperma als die voldoende sperma van die rivaal die er misschien voor hem met dit vrouwtje heeft gepaard verwijderd is. En weer is dat iets waar sommige onderzoekers van denken dat het ook bij mensen voorkomt. Ik zei net al, wij verschillen van chimpansees door het feit dat er aan onze eikel zo'n opvallende rand zit. Of in elk geval bij een deel van ons. Ongeveer 10 jaar geleden kwamen er 2 biopsychologen op het lumineuze idee om eens te kijken of dat misschien ook zo'n spermaschrapende functie zou kunnen hebben. Ze bewijzen het niet, maar ze laten wel zien dat het inderdaad zou kunnen werken. Dus ze sloegen wat sekshulpmiddelen in. En ik vraag me nog steeds af hoe ze dat gedeclareerd hebben bij hun financiële dienst. Ze hadden een rubberen vagina en daar deponeerden ze een beetje kunstmatig sperma in. Ze beschrijven ook helemaal hoe ze dat maakten, dat kunstmatige sperma. Maizena speelde een belangrijke rol daarin. En vervolgens duwden ze een aantal verschillende type dildo's, meer of minder realistisch vormgegeven dildo's, in die rubberen vagina. En inderdaad, ze konden zien dat er door die rand aan de eikel tot 90% van sperma dat al in de vagina zat, verwijderd werd. En ze zeggen ook dat dat dus een manier zou kunnen zijn waarop de menselijke penis als spermaschraper zou kunnen functioneren. En ze zeggen bovendien, dat vind ik altijd wel een aardige observatie, dat bij mensen een van de weinige zoogdieren zijn waarbij of een van de weinige primaten zijn waarbij de penis meteen na de zaadlozing verslapt. En dat zou je op die manier ook kunnen verklaren, want als dat niet zou gebeuren, zou de man zijn eigen sperma ook meteen eruit pompen. Dus er zit misschien wel wat in, maar weer is dat één experiment op een laboratoriumtafel ergens in Albany, New York. Daarna nooit meer herhaald en nooit gekeken of er nou echt een kern van waarheid in zou kunnen zitten. Dus helaas weten we ook hier weer heel weinig van, terwijl het toch zo'n interessant onderwerp zou zijn. Kuisheidsgordels. Je kunt natuurlijk voorgaande mannetjes dwars zitten, maar je kunt ook toekomstige rivalen dwars zitten. En één manier is door de vagina van het vrouwtje af te sluiten nadat je met haar gepaard hebt. Spinnen doen dat op een. Sommige spinnen doen dat op een heel indrukwekkende manier. Dit is een Amerikaanse waterspin. En zoals bij veel spinnen is daar ook het mannetje veel kleiner dan het vrouwtje, zodanig dat hij ook daar meestal het leven laat als er gepaard is en dat hij dus eigenlijk weinig te verliezen heeft. En zo weinig dat bij die soort er een soort seksuele euthanasie, zelf-euthanasie is geëvolueerd. Namelijk zodra dat mannetje met zijn spermahandschoentje op de vagina zijn sperma heeft overgedragen aan het vrouwtje, dan sterft hij. Hij verkrampt gewoon, hij laat het leven, blaast zijn laatste adem uit. En die vrouwtjespin zit vervolgens opgescheept met een lijk van haar vorige minnaar vastgeklonken op haar vagina. En daar loopt ze een hele dag mee rond.
En al die tijd is ze dus ontoegankelijk voor andere mannetjes die met haar zouden willen paren, maar dat kadaver zit in de weg. Cru, maar effectief. En wederom is dat iets wat we ook veel dichter bij huis aantreffen. Dan weliswaar niet in de vorm van complete mannetjes, maar in de vorm van een soort twee-componentenlijm. Om even de anatomie van het mannelijke reproductieve systeem in herinnering te brengen, bij mensen, maar ook bij andere primaten. Kort voor de zaadlozing worden spermacellen in de epididymis verzameld. Vervolgens worden ze door de zaadleider naar de zaadblaasjes gestuwd. Daar wordt er zaadvloeistof en een bepaalde eiwit dat seminogeline heet toegevoegd. Vervolgens gaat het nog een stukje verder en komt het in de prostaat. En daar wordt nog een hoeveelheid zaadvloeistof bijgevoegd met een ander eiwit dat TGM4 heet. Die worden niet gemengd, dat blijven twee aparte golfjes die in het ejaculaat achter elkaar zitten en als twee aparte blokjes worden overgedragen aan het vrouwtje. En dan pas komen die verschillende eiwitten bij elkaar. Het sperma zit vooral aan de voorkant. En wat erachter gebeurt is dat die twee eiwitten met elkaar een reactie aangaan. Die vormen een soort coagulaat, een soort lijmvormige substantie. Bij mensen zijn er veel mutaties in de genen voor die eiwitten ontstaan, waardoor dat heel zwak coaguleert, dus je vindt bij mensen niet dat sperma echt een harde plug wordt. Maar bij chimpansees is dat wel het geval. Bij chimpansees vormt het ejaculaat van de mannetjes echt een keiharde plug die een aantal dagen in de vagina van het vrouwtje blijft zitten en op die manier dus toekomstige mannetjes dwars zit. Ten slotte kun je natuurlijk ook trucs ontwikkelen aan de mannelijke kant om het vrouwtje slimmer af te zijn, om die controle van het vrouwtje weer over te nemen. Dat noemen we seksueel antagonistische co-evolutie. Seksueel antagonistisch omdat er dus aan de mannelijke kant dingen evolueren die goed zijn voor mannetjes, maar niet goed voor vrouwtjes. Want die vrouwtjes willen liever zelf de controle houden over de bevruchting van hun eieren. En aan de vrouwelijke kant evolueren dus dingen die controle weer aan hun kant terug proberen te brengen. Een van de meest dramatische voorbeelden van seksueel antagonistische co-evolutie is traumatische seks. Het is niet wat u denkt dat het is. Het is namelijk het verschijnsel dat bij sommige dieren mannetjes de vagina van het vrouwtje compleet negeren en een soort dolkachtige penis hebben geëvolueerd waarmee ze sperma rechtstreeks in de lichaamsholte van het vrouwtje injecteren. Bedwantsen doen dat. Hier ziet u een paring van bedwantsen en het mannetje is bezig om sperma te injecteren in het vrouwtje, negeert haar vagina compleet, die wordt alleen maar gebruikt om eitjes door te leggen. En de spermacellen die zwemmen zelf door het lichaam van het vrouwtje, dwars door organen heen, tot ze bij de eierstokken terechtkomen waar ze de eitjes kunnen bevruchten. Onlangs is ontdekt dat het ook bij spinnen gebeurt. Een toepasselijk genaamde soort Harpactia sadistica. Die vangt een vrouwtje, neemt haar mee naar zijn holletje, neem ik aan. En het volgende filmpje laat zien wat hij daar dan doet. Hij heeft ook van die sekshandschoentjes die gevuld zijn met sperma, maar gebruikt die niet om haar vagina mee te bewerken, maar hij gebruikt ze om 8 met chirurgische precisie gemaakte gaatjes in haar achterlijf te boren waar hij dat sperma in injecteert. En hier ziet u dat gebeuren. Lijkt iets van een heel andere wereld, maar wederom is het dichter bij huis dan je zou denken. Ook menselijk sperma bevrucht eitjes niet altijd gewoon via de reguliere kanalen. Er is onderzoek gedaan bij vrouwen die een zogenaamde niet communicerende baarmoederhoorns hebben, waarbij dus er één deel van de baarmoeder en de bijbehorende eierstok is afgesloten van de vagina. En het blijkt dat vrouwen regelmatig zwanger raken in dat deel die dus helemaal geen open verbinding met de buitenwereld heeft. En het vermoeden is dat spermacellen via deze eileider in de lichaamsholte van de vrouw terechtkomen en via een omweg hier weer naar binnen zwemmen en daar eitjes bevruchten. Het is zelfs zo dat dit verschijnsel nu gebruikt wordt als effectieve manier voor kunstmatige bevruchting. Dat noemen ze intraperitoneale inseminatie. Bij zoogdieren, maar ook bij mensen, waarbij dus sperma rechtstreeks met een injectienaald in de buikholte van de vrouw wordt geïnjecteerd. En er zijn al 468 zwangerschappen mee opgewekt tussen 1986 en 2002. Nou, met die
prikkelende gedachte wil ik u achterlaten. En als u meer wilt weten, dan kunt u terecht bij een boek dat ik zojuist heb gepubliceerd. In het Engels is het verschenen als Nature Nether Regions en in het Nederlands is het vertaald als Darwin's Piepshow. Dank u wel voor uw aandacht. Menno Schildhuizen. Heerlijk om te zien dat hebben weinig hoogleraren, dat iedereen een half uur lang met een soort van glimlach zat te kijken. En meer dan dat af en toe. Ik vind, we sluiten het college, Spinvis gaat zo optreden, dus, en dan wordt de muziek hier oorverdovend, denk ik. Maar misschien dat we nog even heel snel 1 of 2 of 3 vragen kunnen behandelen. Dus als u zegt, ik wil Menno Schildhuizen, ik wil nu precies weten hoe dat zit, ik wil nu een antwoord van Menno, dan kan dat. Zijn er mensen die zeggen, ik wil nu meteen kijken? Waarom is er zo weinig onderzoek tot nu toe gedaan naar het vrouwelijk orgasme? Hoe zit dat? Zijn het alleen maar mannelijke wetenschappers die seks negeren? Of? Ja, hoe zit dat? Ja, ik denk dat het tegenwoordig niet zoveel meer gedaan wordt, omdat ik denk dat de ethische richtlijnen aangescherpt zijn. Want je hebt er natuurlijk wel proefpersonen voor nodig en het is vaak niet medisch relevant onderzoek. Ik denk ook dat men lange tijd in de veronderstelling, dat is een bepaalde theorie die een aantal jaren geleden weer erg populair is geworden, helaas vind ik eigenlijk zelf, dat het vrouwelijk orgasme een bijproduct is van het mannelijk orgasme. Dat het, omdat de organen uit dezelfde weefsels ontstaan in het embryo, dat het orgasme dat bij mannen belangrijk is om de zaadlozing op te wekken, ook bij vrouwen nog bestaat, maar geen functie heeft. Dat is vreemd genoeg door een vrouw geponeerd, die stelling. Hij heeft een heel boek over geschreven, The Case for the Female Orgasm. En dat heeft weer nieuw onderzoek in beweging gebracht. Je ziet wel dat de laatste jaren er weer nieuw onderzoek naar gedaan wordt. Maar nog steeds niet het type experimenteel onderzoek dat je echt ervoor nodig zou hebben. En ik ben het met je eens dat hard nodig is. Het is geen bevredigend antwoord, maar wel een antwoord. Hoor. Ja. Meer vragen? Over die twee componenten, ik kan het juist spreken, maar in ieder geval wat. Ja. In hoeveel tijd gebeurt dat nou, dat het, zal ik maar zeggen, eenmaal de sperma eruit gaat en terwijl het dan samengevoegd gaat, het over een seconde, of is het juist millisecondes dat gebeurt? Nee, ik dacht enkele minuten. Okay, ja. 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 Dat is echt lang, ja. Die meneer, of mevrouw met een hoed, ik zie het niet eens. Mevrouw. Ja. Geef de microfoon maar even door. Bestaat er een verband tussen het wel of niet opvreten van het mannetje-spinnetje na de bevruchting en of zij wel dat zaad of niet wel of niet aantrekkelijk vindt? Even kijken of ze. Ja, als ze zeg maar als het als het mannetje niet lekker vindt, dat precies, ze zaad mag hij dan lopen of vreet ze hem juist op? Weet ik niet. Het is een interessante vraag. Ja, ik weet niet, het is vast een keer onderzocht, maar ik ga het niet uit mijn hoofd weten. Ik ga het nazoeken. Kijk, ja, we gaan nog even door met de nacht van de kennis. Nog meer mensen, want nog vragen? Nee, dan ga ik Menno bedanken. Menno Schildhuizen, hartstikke bedankt. Graag gedaan.